Arie Koops, voordat we naar het sportieve gedeelte gaan. Je vervangt Geert Kuiper, die is ziek op de ploegachtervolging. Nou is er vandaag een persmoment en al jouw mannen lopen door. Reden? Nou, er was een klein misverstandje, omdat we de trainingen hebben aangepast. Er was eerst een training om 1 uur, maar we hebben vanuit de ISU hebben we een nieuw trainingsprogramma gekregen. En daar ontstond opeens een trainingsmogelijkheid op dit tijdstip. Dus aan het einde van de middag, begin avond. We zullen morgenavond ook op dit tijdstip ongeveer moeten schaatsen. Dus we wilden liever 24 uur van tevoren schaatsen. Van die mogelijkheid hebben wij gebruik gemaakt. En daardoor is er een misverstand ontstaan wanneer en wie waar nu precies moest zijn. Begrijp je dan wel enigszins mijn cynisme dat in combinatie met dat ze doorlopen en de tijd wordt vervangen, dat ik dat gek vind, dat ze dan niet heel even voor de camera verschijnen? Oh, ik weet niet of dat gek is, maar ik vind het veel belangrijker dat we morgen heel hard gaan schaatsen en morgen zijn ze hier weer. En hoe is de sfeer op dit moment? Nou, ik denk dat de sfeer hartstikke goed is. Volgens mij hebben we een hele leuke training gedaan. En volgens mij hebben ze daarvan genoten en ze hebben ook nog heel hard gereden. Dus ik kijk met gezonde spanning uit naar de dag van morgen. Ja, dan het sportieve gedeelte. 4 jaar geleden, heer en meester op deze afstand. Koen Verweij, Sven Kramer en natuurlijk Jan Blokhuizen. Gaat er iets veranderen in die formatie? Nou, jij had bondscoach kunnen worden. Dit is de formatie voor morgen. Dus ik zie ook andere kwaliteiten bij jou heel goed. Nee, dit is de formatie en daar hebben we mee getraind. En Patrick is een super goede vervanger als dat nodig zou moeten zijn. Maar we gaan morgen met Sven Kramer, Jan Blokhuizen en Koen Verweij gaan we beginnen. Die luxe die heb jij natuurlijk. Geert Kuiper is natuurlijk niet bij, maar die gaat uiteindelijk beslissen. Maar inderdaad, wat je zegt, Roest is in absolute topvorm. Verweij moet het nog laten zien. Jan Blokhuizen is ziek geweest, was 7 op de 5000 meter. Dus ja, je zou denken, er speelt wel wat. Nou, er speelt helemaal niks. Want ik heb nu een training gezien. En daar vlogen eigenlijk de splinters vanaf. Dus, dat moet je ook zeggen natuurlijk. Nou ja, maar ik heb ook nog een stopwatch bij me, dus ik kan het ook nog aan de rondetijden kan ik het ook nog objectief meten. Nee, er waren super rondetijden en die jongens zijn er klaar voor. Die hebben ervan genoten. Die zijn klaar om een teamprestatie neer te zetten van formaat. Zeg je wel dan de volgende keer even tegen dat ze de volgende keer dan wel stoppen tijdens het volgende persmoment van de teamachtervolging? Dat gaan we altijd doen, zeker weten.